Hoi, welkom allemaal bij deze webinar. Mijn naam is Laura, ik ben van Channable. En vandaag ga ik jullie graag meer uitleggen over feeds en marketplaces. Dus kijk vooral even met me mee, dan gaan we gauw aan de slag. Ik heb een Channable-account aangemaakt, zoals je hier ziet. En ik duik meteen het project in wat al is aangemaakt om mijn producten te gaan importeren. Dat is natuurlijk stap 1. In dit geval kies ik voor een XML-bestand. Maar je kan je producten importeren op allerlei soorten manieren, allerlei soorten mogelijkheden. Daarvoor kan je ook gewoon even klikken op het vraagtekentje wat je ziet verschijnen. Voor meer informatie, bijvoorbeeld als je je producten wil importeren met Lightspeed of een Magento-koppeling. Maar hier is ook nog een andere webinar over beschikbaar. Dus kijk die ook vooral even als je hier meer informatie over wil. In dit geval importeer ik mijn producten aan de hand van een XML-bestand die ik al heb klaargezet. Ik druk op de volgende stap. En ik zie dat mijn velden meteen worden ingeladen, de velden die ik beschikbaar heb in het XML-bestand. Die velden zie je hier voorbij komen. Ik scroll naar onder en ik druk op mapping opslaan. Je ziet dat de productendata meteen wordt geladen. Mijn producten worden meteen in Channable geladen. Nu ga ik even een belangrijke knop in het scherm uitleggen. Dat is namelijk de wijzig mapping knop. Die knop die zie je hier in het scherm, daar klik ik op. Gaan we weer even terug naar het scherm waar je al die velden voorbij zag komen. Hier kan je namelijk een veld toevoegen. En nu ga ik even het veld conditie toevoegen. En het veld availability ga ik even toevoegen. En ik ga jullie later duidelijk maken waarom ik dit doe. Het enige wat nu even belangrijk is, is dat je goed onthoudt dat ik deze velden hier heb toegevoegd. Ik druk op mapping opslaan. En ik druk vervolgens even op de knop uitvoeren, zodat deze velden ook opnieuw worden bijgeladen in Channable. Zoals je ziet is mijn productdata aan het downloaden, importeren en hij is voltooid. In de linker grijze balken zie je verschillende stappen. De volgende stap is mijn item stap. Wat je hier namelijk ziet is eigenlijk alle productdata die wordt binnengeladen, zie je op een hele simpele manier voorbij komen. Wanneer je hier op een product klikt wat is ingeladen, dan zie je ook nog eens wat voor waarde we daar nou precies van binnenhalen. Wat je hier ook ziet, is dat nieuwe veld availability en conditie, wat ik heb aangemaakt, die zie je hier terugkomen. Er staan nog geen waarden in, die gaan we later toevoegen. Maar in ieder geval goed om jullie even te laten zien dat deze velden nu nieuw zijn aangemaakt. De volgende stap in de grijze balk aan de linkerkant is de stap feeds. Het is net naar welk kanaal je wil, waar je naartoe wil. Je kan aan de slag met een feed, met een API, met tekst ads. In dit geval kies ik even voor de optie feeds. Ik neem jullie graag even mee in een van de meest gebruikte feeds in Channable. Dat is namelijk de Google Shopping Feed. Dus deze neem ik vandaag met jullie door. Ik klik op Google Shopping. En hier klik ik aan naar welk land ik wil gaan. En ik kies even naar wat voor markt ik heen wil gaan. In dit geval heb ik een fashion kledingwinkel, een kinder fashion kleding. En kies ik hier voor de optie fashion. Ik geef het eventueel nog een andere naam. En ik druk op de knop volgende. En dan springt hij eigenlijk meteen naar de volgende stap, zoals je hier ziet. Want hierbovenin zie je ook weer een 6-stappen scherm. De volgende stap is het instellen van de categorieën. De categorieën stap is een stap die Google verplicht heeft, omdat Google de producten in de Google Shopping categorieën wil hebben. Je mag dus niet je eigen categoriepaden van je website aanleveren. Het moet echt in de Google Shopping categorie vallen zoals Google het van je wil hebben. Daar hebben we wel een hele simpele manier bij bedacht bij Channable hoe je dit op een makkelijke manier kan gaan doen. Je kan namelijk kiezen voor de genereer categorieën optie. Veel van jullie zullen de categoriepaden van je website hebben ingeladen in Channable. En deze categoriepaden kan je weer gebruiken om je producten eenvoudig te categoriseren. In mijn geval heet het veld Product Category. Ik klik op de knop bereken en ik zie meteen dat mijn categoriepaden van mijn website hier worden ingeladen. Als mijn product category gelijk is aan jongens t-shirt, daarbij moet je de juiste Google Shopping categorie kiezen. En in dit geval is dat kleding, overhemden, shirts en bovenstukjes. Wat je hier heel goed ziet is dat Channable eigenlijk meteen je de juiste Google Shopping categorie toewijst. Hij geeft je een advies waar hij denkt dat hij bij hoort. Dat noemen we slim categoriseren. Dus als product category gelijk is aan meisjesjurken, dan neem ik de optie kleding jurken. Is die gelijk aan broeken, dan neem ik kleding lange broeken, bijvoorbeeld. Ik druk op de blauwe knop opslaan. En wat ik nu goed zie gebeuren, is dat ik al 61 van mijn 91 producten heb gecategoriseerd. Dat is al 40% van de categorieën die ik heb ingesteld, binnen eigenlijk een aantal, maar met een aantal paar knoppen in Channable. Binnen no time heb je dus een hele makkelijke grote databron
gecategoriseerd aan Google. Wanneer je al deze categorieën hebt ingesteld, dan kan je doorgaan naar de volgende optie. En dat is de regelstap. En de regelstap, ik zou eigenlijk willen zeggen dat dat wel een van de belangrijkste stappen is in Chernobyl. Want in een regelstap is het mogelijk om je producten te filteren, te optimaliseren ofwel je productdata te verrijken. Ik maak een nieuwe regel aan, de roze knop klik ik, en ik maak bijvoorbeeld een filterregel aan. Met een filterregel kan je bijvoorbeeld producten uitsluiten. Wat je hier heel goed op het scherm ziet, is dat de regels werken met als en met dan statements. Het is een beetje programmeren voor dummies, zeg ik altijd. Bij de als geef je een voorwaarde aan en bij de dan gebeurt iets. Gebeurt er iets met die voorwaarde. Waarin ik bijvoorbeeld zeg, als mijn prijs kleiner is of gelijk aan 10, dus kleiner of gelijk aan 10 euro, dan neem ik alle velden en verwijder. Ik sla de regel op. Bijvoorbeeld als ik alle producten die onder de 10 euro wil ik niet meesturen naar Google Shopping, dan kan ik op een hele simpele manier deze productdata uitsluiten. Ik heb nu 41 producten uitgesloten, zoals je hier op het scherm ziet. Ik kan ook nog voor het plusje kiezen en een of-optie toevoegen. Als ik bijvoorbeeld al mijn producten met een bepaald merk niet wil meesturen, zou ik ook kunnen doen. Als ik al mijn producten bevatten, in mijn geval, ik heb een kledingwinkel, jeans, dan wil ik dit niet meesturen. Nou, nu zie je dat er 63 van de 152 items worden uitgesloten. Een ander voorbeeld wat ook vaak gebeurt, is dat er bijvoorbeeld per ongeluk geen afbeelding wordt meegestuurd. Omdat de afbeelding ongeldig is of iets in die richting, dan wil je het product natuurlijk niet meesturen. Dus ik zeg hier, als mijn image link leeg is, dan verwijder ik het product. Wat ik nu zie is dat er 66 items van 152 items in totaal worden uitgesloten. Op een hele simpele manier selecteer ik welke producten ik wel wil meesturen naar Google Shopping en welke je niet wil meesturen naar Google Shopping. Een ander voorbeeld, wat ik graag nog even met jullie doorneem, is het bewerken van je titels, wat je op een hele makkelijke manier kan doen. Het kan zomaar gebeuren dat jouw titel niet er mooi uitziet, dat je je titel net even iets anders wil hebben. Ook dat kan je eenvoudig aanpassen. Dit ga ik voor alle producten in dit geval doen, dus als alle. Dan neem ik mijn titel en dan ga ik de waarden combineren. En wat ik dan ga doen is, ik pak mijn titel en ik wil bijvoorbeeld achter mijn titel wil ik alle ID-nummers toevoegen. En als ik nu op de oranje knop gekozen items druk, zie ik dat er nu achter mijn titels alle ID-nummers zijn toegevoegd. Op een hele simpele, makkelijke manier maak ik mijn titels mooier of beter of net wat anders. Ik zou ook kunnen zeggen, en dan wil ik ook nog de titel. En dan bewerk ik de tekst. En dan haal ik bijvoorbeeld de HTML uit het veld. Of misschien wil ik alle letters van elk woord hoofdletters maken. Al dit soort dingen kan je allemaal in Chernobyl inrichten. Als jij je filters hebt gemaakt, je hebt alles precies zo ingesteld zoals jij het wil hebben op Google, dan ga je door naar de volgende stap. En de volgende stap is voltooien. Dit is de stap waarin je je productdata gaat koppelen met de velden die Google verplicht stelt. De meeste velden worden automatisch door ons gekoppeld. Enkele velden die misschien niet beschikbaar zijn, die moet je zelf koppelen. Wat je hier bijvoorbeeld ziet is dat Availability is een verplicht veld in Google Shopping. Availability, ik kan me heel goed voorstellen dat dat niet een veld is wat je standaard beschikbaar hebt. Of het veld conditie. Nou heb ik die, zoals jullie hopelijk herinneren, in het begin aangemaakt. Het veld availability en conditie. En dat is de reden dat je die nu gekoppeld zijn. Maar zoals je had gezien bij de items waren deze nog leeg. Dat betekent dat we deze gaan moeten vullen met behulp van regels. Conditie. Als ik over het vraagtekentje met mijn muis scroll, dan zie ik duidelijk wat Google van mij wil hebben. Ik zie hier bijvoorbeeld of dat ze willen hebben, is het nieuw, is het used of is het refurbished? Ik ga nu naar mijn producten zijn in mijn geval nieuw. Dus ik ga terug naar de regels en ik maak daar een regel aan om te zorgen dat in elk veld nieuw komt te staan. Zodat Google dat herkent. Ik typ hierin een regel, maak ik aan, die noem ik conditie. Ik wil het voor alle producten doen, want al mijn producten zijn nieuw. Ik neem het veld conditie en ik plaats de waarde nieuw. Wat ik nu zie, ik klik even op de gekozen itemstap. Waar ik voorheen mijn conditie leeg zag staan, heb ik nu overal nieuw ingevuld.
De andere optie is availability. Availability, ik kan me voorstellen dat dat niet een standaard veld is wat jij in je webshop hebt staan. Maar ik kan me wel voorstellen dat je bijvoorbeeld je voorraden meegeeft. Ik zal even bij items kijken hoe het bij mij eruit ziet. Wat ik hier zie inderdaad is dat de stok geef ik weer in een getal. Nu wil Google het hebben als in stock of out of stock. Zij willen niet het getal hebben. Maar ook hiervoor kun je weer een simpele en makkelijke regel aanmaken. Ik ga even terug naar de regels om dat te laten zien. Ik maak het veld availability aan. En ik zeg hier mijn voorwaarden. Let goed op. Als stock groter is of gelijk aan 1, dan neem ik het veld availability en plaats de waarde in stock. In dit geval is namelijk een product op voorraad. Als het niet aan deze voorwaarden voldoet, dan wil ik dus dat er out of stock komt. Dus ik gebruik de anders optie. Anders neem ik availability en plaats waarde out of stock. Als ik nu bij gekozen items kijk, hier op de rechterkant, en ik klik een product aan, dan zie je inderdaad dat dat veld availability, wat net leeg is, nu gevuld is met in stock. Je ziet hier dat mijn stock 18 is, dus inderdaad hier komt in stock te staan. Bij de voltooien stap wordt dat dus gematcht en wordt dat aangevuld. En zo ga je eigenlijk al deze stappen bij langs. Totdat je alles hebt ingevuld en hebt bijgewerkt. Vervolgens bij de kwaliteitscontrole kan je nog even goed kijken of er misschien iets misgaat in je feed. Mysteries. Bijvoorbeeld, ik heb nog 11 producten met een lege beschrijving. Daar gaat dus iets mis. Als ik erop klik, kan ik ook nog eens even zien welke producten dit zijn. Maar wat je in ieder geval hier wel ziet, is dat availability en dat veld conditie gevuld zijn. Als je al deze rode velden, de verplichte velden, hebt weggewerkt, eventueel nog de oranje velden, de aanbevolen velden, zou je nog even naar kunnen kijken. Maar vooral de rode velden zijn verplicht, dus die moet je zorgen dat die hier geen meldingen meer van zijn. Als je dat is gelukt, dan kan je in de bekijkstap je feed activeren en dan krijg je een URL. Die URL die voeg je in je Merchant Center en vanaf dat moment kan je je producten live op Google Shopping gaan zetten. Mocht het nou allemaal weer even te snel gaan, wil je iets meer weten over hoe je dat nou in je Merchant Center moet zetten? Klik dan vooral weer even opnieuw op het vraagtekentje en kijk hier op ons Helpdesk Artikelencentrum en zoek naar het juiste artikel voor Google Shopping om nog even goed door te lopen hoe het ook weer allemaal zat. Ik hoop dat ik jullie nu de beginselen van de feeds uit heb kunnen leggen, want ik wil jullie ook nog heel graag even iets vertellen over de API's. Dat is namelijk de volgende stap hier in Channable. API's. Het werkt vrijwel hetzelfde, maar het is gewoon net even iets anders en daar wil ik jullie graag nog even mee doorheen nemen. Ik heb hier de roze knop API koppeling toevoegen. Daar druk ik op. Ik druk op koppeling toevoegen en ik kies hier het kanaal waar ik heen wil gaan. In dit geval zal ik even Amazon laten zien, een bekend voorbeeld. Ik geef het een naam. Unieke item, ID per item. Hier vul je altijd even ID in. En je kiest naar wat voor land ik wil mijn producten wil exporteren. Ik maak het in dit geval naar het United Kingdom, om het Engels te houden. De categorieën. Amazon heeft net de categorieën weer iets anders dan dat Google het heeft. Ze willen het net in een ander woord willen ze het net weer hebben. Maar opnieuw kan je hier weer gebruik maken van het genereer categorieënveld, wat ik nu zal doen. Ik gebruik het veld product category. En ik heb hier weer staan, als mijn waarden gelijk zijn jongens t-shirt, dan plaats ik hem in de categorieën jongens. En bijvoorbeeld polo shirts. En voor de meisjes jurken, dan plaats ik hem in de dresses categorie. Wat je hier nu ziet, ik heb nu even twee categorieën gekozen, om het jullie even duidelijk te maken. Wat je hier verder ziet is opnieuw die regelstap, waar je dus weer je producten kan filteren, kan verbeteren, etc. Dat zou ik nu even overslaan, omdat ik dat net al heb laten zien. Het enige verschil is de opbouw. Advertenties bouwen, ik klik daarop. Dit wordt eigenlijk automatisch ingevuld, maar loop het nog even voor jezelf door, of alles klopt. Afbeeldingen, ik voeg hier mijn image link toe en eventueel nog mijn additional image link die ik mee wil sturen naar Amazon. Ik druk op opslaan en ik ga door naar de volgende stap, de attributen. En wat ik hier eigenlijk zie is die twee categorieën die ik net heb aangeklikt. In dit geval zou ik even de categorie dress met jullie doorlopen. Want op het moment dat je op de categorie klikt, zie je wat Amazon voor die categorie wil hebben.
Zoals Google het net voor eigenlijk voor alle producten hetzelfde wil hebben, wil Amazon voor elke categorie de informatie net wat anders hebben. Bijvoorbeeld voor een jurk wil die de kleur weten, terwijl die voor een fotocamera alleen wil weten hoe groot de lens is. Dit is even een simpel voorbeeld om jullie duidelijk te maken hoe dat precies werkt bij Amazon. Wat ik hier zie is, wij noemen dit de attributenbouwer. Hierin kan je zien wat Amazon van je wil hebben. Hier zie je bijvoorbeeld dat Amazon de brandname wil hebben. Je kan hier op het plusje klikken om gebruik te maken van een veld die jij in je webshop hebt staan. Maar je kan ook iets intypen als het voor alle producten hetzelfde is. Ik klik in dit geval op het plusje en ik zoek naar het veld brand. Wat je nu ziet is dat al deze velden worden ingevuld met het brand wat daarbij hoort. Outer material type. In dit geval, al mijn producten zijn van katoen. Dus ik vul hier gewoon het woord katoen in. En zo werk je de rode velden die hier staat, werk je af totdat er geen rode waardes meer in staan. Want op dat moment kan je je producten live sturen naar Amazon. Als dat is gelukt, kijk je nog even bij de bekijkstap. Want hier kan je eventueel terugzien of er nog fouten zijn of dat je wellicht iets over het hoofd hebt gezien. Dit is eigenlijk het enige verschil met een Google Shopping Feed en een Amazon Feed en een Amazon API, wat je moet weten. Wat ik net al even aangaf, klik vooral even op het vraagtekentje als je er even niet uitkomt of bel ons anders even. Ik hoop jullie vandaag veel meer te hebben kunnen leren over feeds en API's. Ik bedank jullie heel erg voor jullie tijd. Abonneer je vooral even op ons kanaal. En kijk vooral ook nog even naar de volgende webinar die gaat over tekstads. Dank jullie wel.